Tijdens de luchtoorlog boven Vietnam was de Republic F-105 Thunder Chief een van de meest gebruikte Amerikaanse vliegtuigen. Er werden er veel neergehaald, maar toch gingen vliegers houden van The Thud. De F-105 Thunder Chief was de eerste supersonische tactische jachtbommenwerper die van meet af aan voor die rol werd ontworpen. Al zijn voorgangers waren aangepaste versies van andere toestellen die als zuivere jagers waren ontworpen. De Thunder Chief is nog steeds de grootste eenmotorige eenzitsjager aller tijden. Hoewel de Thunder Chief voor een nucleaire aanvalstaak werd ontworpen, werd hij beroemd om de conventionele rol die hij speelde in Vietnam. Het was het belangrijkste aanvalsvliegtuig van de luchtmacht tijdens operatie Rolling Thunder tegen doelen in Noord-Vietnam. En de tweezitsversie voldeed uitstekend in de rol van Wild Weasel bij het uitschakelen van luchtdoelbeschut. Hoewel de Thunder Chief een groot, zwaar en relatief lomp vliegtuig was, zag hij kans om 27 vijandelijke toestellen neer te schieten. De F-105 werd beurtelings aangeduid met weinig vleiende benamingen zoals Super Hawk, Ultra Hawk en Lead Sled. Maar de bijnaam die beklijfde was The Thud. De prijs die voor zijn succes betaald moest worden was hoog. 397 van alle 833 gebouwde F-105's gingen tijdens de Vietnamoorlog verloren bij gevechten of door operationele ongelukken. De F-105 kon tweemaal zoveel bommen meenemen als een middelzware bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Hier wordt een 2000 ponder in het wapenruim ingeladen. Het lijkt of het maar net past, maar het ruim was groter dan het leek. Raketten en bommen kunnen worden meegevoerd aan ophangpunten onder de vleugels. Hittezoekende raketten hangen aan de buitenste ophangpunten. In de neus is een 20 mm roterend kanon geïnstalleerd. Met zijn 6 lopen spuwde het boordkanon duizenden granaten per minuut uit, waarmee verscheidene MiGs boven Vietnam uit de lucht geschoten werden. Maar ondanks die spectaculaire bewapening en die overwinningen was de Thunder Chief per saldo te groot en te zwaar om het tegen de wendbare MiGs 15 en 17 op te nemen. De F-105 ontstond al in 1950. De F-84 Thunderstreak jachtbommenwerper met pijlvleugels moest zijn eerste vlucht nog maken toen de luchtmacht in juni 1950 de Republic Aircraft Corporation al om een opvolger vroeg. Het nieuwe toestel moest primair een kernbommenwerper worden, maar eventueel ook als jager inzetbaar zijn. De topsnelheid moest tenminste Mach 1.5 bedragen. Het casco moest oersterk zijn, want dat moest bestand zijn tegen hoge snelheden op zeer geringe hoogte. Als pure bommenwerper voldeed de Thud uitstekend in de rol van grondaanvaller. De eerste IF-105A rolde in de herfst van 1955 de fabriek uit. Hij werd naar de vliegbasis Edwards gebracht voor de eerste vliegtests boven de Mojave-woestijn. De eerste vlucht van de IF-105A vond plaats op 22 oktober 1955
met testpiloot Russell M. Roth van Republic in de cockpit. Roth doorbrak al tijdens die eerste vlucht de geluidsbarrière, hoewel de transzoneweerstand zoals verwacht zeer hoog was. De topsnelheid bedroeg Mach 1.2, hoewel het toestel maar één enkele J-57 motor bezat en er geen oppervlakteregel was toegepast in het ontwerp.